Mevrouw van Dijk, beste Hans, heer van Dijk, familieleden, alleen maar zoons heb ik voor vertellen, en aangetrouwde natuurlijk, dames en heren. Het is vandaag een feestelijke dag, want vandaag worden landelijk in alle gemeenten veel mensen beloond voor hun jarenlange vrijwillige inzet bij verenigingen, instellingen, de parochie of elders. En ik ben eigenlijk vandaag hier namens de koning, omdat u als vrijwilliger eigenlijk een steunpunt bent van de samenleving. En daarom ben ik hier om mevrouw Hans van Dijk Kortoms in het zonnetje te zetten. Ik vind het overigens fijn dat toen ik hier kwam en u bijna 50 jaar getrouwd was, want dat is weer even tijd geleden, dat de bloemen die toen gegeven zijn, dat die nu op het aanrechtje staan. Er staat nog steeds één scheutel van, ja. Dus die scheutel. Dus als er iemand is, en dan doe wat nieuwe. Je hebt aan twijfel dat wij op alles grond die vruchtbaar zijn, die moet echt. Dat lang wel gevonden. Maar terug, vanaf 1984, dus dat is ruim 30 jaar geleden, bent u eigenlijk al als vrijwilligster actief geweest voor de Nierstichting, de Hartstichting, het Longfonds, dat heet tegenwoordig het Longfonds, maar dat was in het verleden het Astmafonds, het Reumafonds. En heel veel uurtjes heeft ze zich voor het goede doel ingezet. Enerzijds door ze deelnemen aan diverse beurzen in Nederland, onder andere voor de Nierstichting, maar ook voor de jaarlijkse collectes. U riep vele vrijwilligers op om voor deze collectes aan de slag te gaan, maar u ging ook zelf met de bus, huis aan huis. En in 2014 zijn al deze collectes opgegaan in het goede doelenwerk en sinds die tijd laat u de organisatie over aan anderen, maar u blijft zelf wel met de bus rondgaan. Vanaf 1986 bent u lid van het organisatiecomité van de Zeskamp Asten, dat jaarlijks door de buurtverenigingen Het Linder, de Paddenstoel en de Hemelberg wordt georganiseerd. Dat is nog steeds, want ik kom ook regelmatig een groot sport- en spelevenement op ons evenemententerrein in Asten. Waaraan meer dan 40 teams, junioren en senioren, meedoen. Vanaf 1985 tot 2006, dat is dus 21 jaar, was u voorzitter van het koor van de KVB. En u was naast voorzitter ook de penningmeester. Maar ja, wat deed u niet? U regelde ook nog allerlei administratieve taken. En het koor zong iedere maand de heilige mis in de Sint-Jozefkerk, die er nou niet meer is. In verband met het samengaan van de parochies Sint-Jozef en de Heilige Maria presentatie tot de Angelus parochie 2007 is het Sint-Jozefkoor opgehouden te bestaan. Vanaf 1994 dus, meer dan 30 jaar, zet u zich vele uren per week in voor het goede doel. Brede maatschappelijke belangstelling, betrokken, u bent een mantelzorger en u zet zich voor de volle 100% in voor de naasten in de samenleving. En eigenlijk geeft u zelden nee als er een beroep op u wordt gedaan. Het kapitel voor de civiele orde
is daarom vastgesteld dat u kunt worden gekwalificeerd als iemand die zich de ruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En het is mij dan ook een eer en genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Johanna Hubertina Godefrieda van Dijk Kortoons te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Het gaat nu zo makkelijk, Hans. Moet ik gaan? Oh, maar gaat er een knoop onder zitten. Nee, maar hij gaat er niet zo goed doorheen. Maar ik probeer hem toch netjes op te spelden. Want het hoort bij de ridder, hè? Want lid in de orde van Johanna Nassau is toch op in de ridderorde. Maar hij is geslaagd. Van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren in goede gezondheid. Nou, daar heb ik ook nog wat meer bij. Ik heb jullie zijn morgen natuurlijk weer uitgenodigd op het gemeentehuis. Ik hoop dat je komt, ook al is het weer wat minder, maar goed. Dit is de draaginsigne. Morgen mag je deze dragen, want morgen is het de verjaardag van de koning. Dus dan mag je de grote dragen. Dit krijg je erbij met de oorkonde en de speech, om nog na te lezen of dat allemaal klopt wat ik heb gezegd. Dat heb ik ook vanuit. Dankjewel. En nou, Jan kon er ook nog even bij van. Enige tijd geleden, en toen kreeg je jouw vrouw de bloemen, omdat jij ook onderscheiden hebt. Het moet toch wel heel apart zijn, dat als je vrouw onderscheiden wordt, dat jij de bloemen krijgt. Ja. Maar dat zijn ook van harte gegund. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Hiep, hiep. Kijk, en valt het een beetje mee of niet? Oh, hartstikke leuk. Had ik nooit verwacht. Nou. Oh, ik heb de oude kaart niet liefde met plezier gedaan, dus... Ja. Niet, hè? Ja. We hebben veel samen. Van nee, de koninklijke onderscheiding. Ik maak er niet aan de dag mee, zeg je net. Zeker niet. Het zal niet goed zijn. Nee, maar dat is wel een verrassing. Heerlijk. Ja, echt een verrassing. Ja. Ik heb hem gewoon nog zitten breien. Ze maken dan, ik moest thuis blijven. En je wist helemaal niet waarom? Nee, ja, ze hadden wel iets voor. Dan Nick is gisteren 18 geworden en dan zouden we vandaag iets extra's gaan doen met ons. Dus het is helemaal geweldig. Maar een koninklijke onderscheiding voor al je verdiensten, dat is wel van een hele lijst. Ja, ik heb het al graag gedaan. Dus, ik heb al meer dan 30 jaar gedaan, al de collectes. Alle collectes en met de vrouwenorganisatie? Ja, en voor de goede doelen heb ik ook nog twee van nodig, maar nou heb ik gezegd, nou stap ik recht mee. Maar je hebt al een hele mooie staat van dienst. Ja, ik dacht het wel. Ja. Oh, ik heb het al graag gedaan. Een beetje trots vandaag? Ja, natuurlijk. Is dat normaal of niet? Mag ook, hè? Ja, dat denk ik wel. En die man ook een beetje trots? Helemaal. Samen genieten vandaag, hè? En heel hartelijk gefeliciteerd. Zeker weten, dankjewel. Ik vind het wel eens verdiend. U vindt dat u het verdiend heeft? Ja. Maar sinds ook al met het Nederlands van vroeger bureau, toen we in de verpleging al. Ja, van de zonder hulp. Altijd bezig geweest. Ja, en nou doet het nog regelmatig een heel speel in. Nou, geniet ervan, Sam, hè? Dankjewel. Dankjewel. Ja. Plus.
Hey, we zitten hier bij elkaar voor een heel speciaal moment voor ons moeder, oma. En ze was heel erg verrast vanmorgen. Ik hoop dat ze er nou een beetje overheen is. We gaan nou lekker eten. En ik wil in ieder geval even een toast uitbrengen op oma en ons moeder. Thank you.
vind ik dat. Goedenavond. Goedenavond. Familie. Annie, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Was wel een verrassing vandaag, of niet? Jazeker. Ja, schoon toch, hè? Ook weer. Ja, precies. Ja, deze dag is de één verrassing naar de ander. En dat hoort ik zo, want normaal vertel ik tegen die jongelui hier allemaal waar je iemand gedoor hebt om uiteindelijk in aanmerking te komen voor zo'n koninklijke onderscheiding. En normaal ga je dat heilig op 1A4. Alleen ik had er maar een groot lettertype, dus ik had ongeveer zo'n pak papier waar die allemaal al uitgespookt hè. Voordat ze wijd is, maar het is wel de één ding, Annie. Die onderscheiding kritiker, maar dan maar de gewone deur, daar ga ik ook niet op te houden. Hans. Ja. Wat vind je niet, ja, toch? Ja, onze liefde geldt wel langer. Want dat was altijd, wij zaten bij de zeskamp. En dan hadden we daar de tent, de EHBO. En dan zaten wij, wij moesten de zaken een beetje aan elkaar buurten, want heel veel meer konden wij niet. En dan werd er vanuit EHBO ook altijd wel heel gruwelijk voor ons gezorgd. Koffie, met melk, met suiker, alles erop en eraan. Dat was Hans, die dat in ieder geval deed, Hans. Dus altijd heel keurig voor ons verzorgd. En ik wist niet dat jij buiten de EHBO ook nog zoveel dit... En ik had hier maar gauw even opgeschreven. Want het is niet op onthouden. Hebben jullie ongeveer een half uur de tijd? Ja. Als er iemand bij jullie aan de bel komt, dan zou ik altijd open doen. Wij leggen ook altijd 2 euro op de trap en nog eens een keer 2 euro als er iemand met een collectebus voorbij komt. Want een heel grote kans dat Hans voorbij komt, want die is vrijwilligster bij de Nierstichting, Hartstichting, Longfonds, Reumafonds. En ze hebben het leven voor Hans wel een stuk gemakkelijker gemaakt, want vroeger kwam dat allemaal apart. Tegenwoordig hebben we de goede doelenactie. Dan mag je zelf aankruisen, wordt denk ik verdoet. En dan hoeft er maar 1 keer langs al die deuren. Dus sindsdien, Hans, wil je wat meer tijd. Voor andere dingen of niet. Oh, ja. En gesteld. Dan ook nog, ja, vrijwillig voor zeskamp heb ik het net over gehad. Daar heeft ze slechts 28 jaar gedaan. Dus zo lang. Ik was al eerder weg, in ieder geval met de koffie, die is gebleven. Nee, jaar 29. Dit jaar 29, dus de 30, die maakt het ook nog wel vol of niet? 30 maken we. 30 maken we hartstikke vol, dus heel schoon. Ze verkupt ook nog een keer loten. Dus als je bij de zeskamp komt, dan loopt het risico dat Hans nog een keer even aanklampt. Maar dan kunnen we wel heel mooie prijzen winnen. En assistentie, wat ik al zei, bij de EHBO. Het was niet voor niks dat ik regelmatig flauw viel in de hoop dat Hans mij weer op de been kwam helpen. Dus. Ze is ook nog voorzitter van het koor bij de KVB, de Katholieke Vrouwenbond in Aalsten. En dat doet ze pas 21 jaar. En er staat bij zelfs 15 uur per jaar is ze ermee bezig. Dus daar wordt in detail helemaal uitgekristalliseerd. Daarbij is ook nog mantelzorger. Ze is zelfs een tijdje ziek geweest, maar ondanks dat ze ziek was, heeft ze toch nog mantel gezorgd bij iemand anders. 5 jaar lang mevrouw A. Wilte stond hier in het pleitje. Dat is wel knap, ondanks dat je zelf pet leger bent, om toch nog de kans had te bezorgen. Dus. Het is wel gezellig met 2 man tegelijk in 1 bed te liggen. Hè. Dat duurt. Dus. Ik snap trouwens niet dat Hans hier nog steeds is, want ze is al 30 jaar bloeddonor. Ik denk dat is wie iemand al lang ligt. Maar gelukkig het ruggenmerg maakt weer naar je bloed aan, dus dat geeft gewoon deur. 25 jaar lat van de KVB, waarvan 5 jaar bestuurslid. Op het toneel, daar speelt ze ook. Durm heeft ook een paar van die kinderen, die kennen dat nou ook zo. Die hebben er van moeders geleerd. Met toneelspelen komt er soms een heel eind. Bij ons verzet je het toernooi als KRB. En 25 jaar lid, werkgroep buurtvereniging Het Linder. En dan mag ze ook nog eens kleren voorbij de carnaval, als ze in de optocht meedoen. En de familie is ook een geweldige prinsrijk. Hè? Hij staat nou te filmen, maar hebben wel eens ooit zelf een hoofdrol in zijn film gespeeld. Dus. En 15 jaar bestuurslid van het kerkkoor Sint-Jozef parochie in Aalsten. Heb ik het allemaal gehad? Volgens mij wel, hè? Geweldig, ja, het is eigenlijk zat. Hè? Ik wil zeggen, als iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking kwam, dan vind ik in ieder geval wel dat ik hem dubbel en dwars verdiend heb, sowieso. Dus ook de familie. Bedankt dat jullie Hans de ruimte en de tijd hebben gegund om dat allemaal te kennen doen. Wat ze vooral ook geworden. Want als je ze een beetje kort houdt, dan vind je er volgens mij alleen maar laatst van. Dus wordt het niet bitter. Wij gaan nog even een deurtje spelen, Hans, en in de hoop dat je nog een goede gezondheid nog lang naast het een en ander kunt betekenen. Dus, maar voor dank en nogmaals proficiat. Dankjewel.